ga ook even inpakken. Voor, ik ga bij de opwas slapen. Dus ik ga mijn tas inpakken om daar te slapen. En ja, gewoon voor ook gewoon gezellig iets te gaan doen. Dus dat ga ik nu doen. S'avonds had ik een vergadering. Ja, bij een soort van oppasadres, maar dan iets officiëler. En daar had ik mijn eerste vergadering bij. En ik ga even als lunch bananenpannenkoekjes maken. Even naar de ijssalon, want ik heb, omdat ik geslaagd ben, heb ik een taartje om een ijsje te gaan halen ergens. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga voor het eerst nu een eitje proberen te bakken. Even spelletjes uitzoeken voor de vakantie. Ga ik diamond painting doen.
Ik ga mijn vader nu darten en dat ga je nu zien. We gaan eerst even wie het hoogste gooit mag beginnen doen. En daarna gaan we beginnen. Ja, papa gaat beginnen. Hij was 16. Dan is het 2-1 geworden voor papa. Dus papa heeft gewonnen. Zo is het geworden. En mijn schatjes die waren een beetje aan het zeuren. Dat ze ook niks kregen. Nou ja, dat hun niks kregen. Ze hebben bleekselderij. Ik ga nu een spelletjeskast hier in het huisje. Nou ja, er zitten niet heel veel spelletjes in denk ik, maar speelgoed. Spelletjes kast. Dat is deze kast. Ga het even bekijken.
vandaag ga ik één dag alleen maar geel eten. Eigenlijk is het bij mij best simpel, want ik eet eigenlijk 's ochtends altijd iets een beetje oranjes. En dat is eierwafels. En daar eet ik er twee van, dus dat ga ik nu ook eten. Ik ga nu even zo'n wafel eten, want ja, een beetje, ja, een beetje geel-bruinig. Maar ik vind dat het wel telt. En we gaan zo even boodschappen doen om nog even te kijken voor het middageten voor. En voor nog als tussendoortje wat geel is. We hebben van alles gekocht wat geel is. Dit is een klein beetje geel. Dan hebben we hier voor vanavond. Dan hebben we bananen voor straks. Dan hebben we kaasbroodjes. Die zijn ook wel een beetje geel. Dus dat voor straks voor middageten. En we hebben nog chips. Maar dat is niet per se voor vandaag. Maar het is ook geel. Dus en dan vanavond een kaasvlee en een halve lumpia. En frietjes, want dat is ook nu geel. En ik ga nu zo'n puntje. En dit. Dus een puntje met een ei gekookt. Dus dat ga ik nu doen met mama. Ik heb hier een eitje gepeld. Trouwens, ik heb dit vandaag gekocht. We hebben al heel veel dagen gezocht. Maar we konden geen goedkopere vinden. Maar ja, dan maar gewoon die. En hier heb ik dan twee broodjes met ei. Ik weet het, dit is niet geel. Maar ja, je kan niet dit weggooien en dat eten. Nou, lekker broodjes. Ook niet helemaal geel. Nou, hier nog. En kaasbroodjes. Dit zijn niet de enige, maar om even te laten zien wel. Even kijken of het gaat lukken, want er is best wel veel wind. Maar het is nu even droog. Dus ik ga proberen om met mijn vader even badminton te gaan doen. Weer wat nieuws gemaakt en dat is iets met bloemkool en broccoli schotel. Dus dan gaan we zo lekker eten.
eens proberen met de drone te vliegen. Maar mijn ouders zijn hiernaast, nou ja, bij ons huisje eigenlijk, aan het schilderen. En ik ga even het avondeten doen, want het is al 6:30. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk wel straks een beetje gaan eten.
En toen zijn we nog even naar de winkels gegaan. Mijn tante even naar Albert Heijn. En ik even naar van alle winkels om even te kijken voor een cadeautje. Voor oppaskindje, voor een oom, voor mijn vader en voor mijn andere oom. Dit heb ik voor een oppaskindje. Nou ja, dat heb ik niet gekocht, want mijn tante die kwam waar ik mee ontbeten heb, kwam er mee. En die zei, misschien is dat leuk. En dan heb ik voor mijn oom heb ik deze. Trouwens, als deze video online komt, dan is de verjaardag al lang geweest. En dan heb ik hem al gegeven, dus maakt niet uit. Deze heb ik gekocht. En ik heb twee van deze, dus... Thank you.
Zoe en Silos, The Ocean Musical. Ik kan hier echt uren naar kijken. Het is prachtig al dat koraal. Ja, en dat wordt hier in Burgers Ocean gekweekt. Ja, want het koraal wordt in de echte zee met uitsterven bedreigd. Het is super kwetsbaar. Maar hoe komt dat dan? Nou, koraal bestaat uit allemaal piepkleine diertjes. En als je die aanraakt, dan beschadigt het of dan breekt het zelfs af. Oh, wow. En natuurlijk zorgt de opwarming van de aarde ook voor veel problemen. Als de temperatuur met 2 à 3 graden stijgt, dan kan het er al voor zorgen dat het koraal afsterft. Nou, dan is het maar goed dat er hier zoveel aandacht wordt besteed aan de bescherming van de riffen. Inderdaad. Zoe, kijk. Het is toch mooi eigenlijk, hè? Wat? En hoe al die verschillende haaiensoorten in harmonie lijken te leven, ondanks zo'n verschil. Ja, inderdaad. Zouden haaien zich bewust zijn van die verschillen? Wat bedoel je? Nou ja, in de mensenwereld denken we altijd zo in hokjes. Hier onder water lijkt het wel alsof alle soorten haaien vrienden zijn van elkaar. Ik bedoel, een zwartpuntrifhaai is natuurlijk net zoveel haai als een luipaardhaai. Ja, het lijkt misschien zo, maar echt niet alle haaien zijn even goede vrienden van elkaar, hoor. Niet? Nee, ze zijn lang niet zo vriendelijk voor elkaar als dat het er hier uitziet. Toch lijkt het zo. Dat ze vrienden zijn. Moet je zien. Kijk, daar zwemt iets in de baai. Het is een zwartpuntrifhaai. Zie je aan het puntje op zijn vin. Net als andere haaien is dit een krakenvis. De diepe zee is niet naar zijn zin. Hij ziet erg gevaarlijk uit door zijn tanden in zijn snuit. En zijn grote indrukwekkende formaat. Hij wordt soms 1,80 meter, werkelijk prachtig. Toch doet hij mensen echt geen kwaad. Wow, Zoe, moet je zien. Ik kan hem bijna aanraken. Ik jou ook. Wat zei je? Ik zei niks. Wie dan wel? Ik! Ah! Jij praat? Ja man, jij toch ook? Hé, wat was jij wel op? Oh, maak je geen zorgen hoor. Nee, zwartpuntgifhaaien eten toch geen mensen? Nee, 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 ik eet vooral vis. Dat weet je toch? Ja, nee, niet alle haaien zijn gevaarlijk voor mensen. Alleen bepaalde soorten. De witte haai, die is gevaarlijk. Wow, jullie hebben er verstand van. Ik ben Percy. Ik ben Zoe. En dat is Silos. Hi. Leuk je te ontmoeten. Ja, dat vinden wij ook. Ja, maar er was hier toch net ook een luipaardhaai, Percy? Waar is die gebleven? Oh, Lex bedoel je? Die moet hier ergens zijn. We spelen verstoppertje. Verstoppertje? Ja, en ik ben aan de beurt met zoeken. Ah, buurtvrij. Wow. Gewonnen. Oh. Hi, Lex. Hi, Percy. Wat zat je? In het scheepswrak. Oh, wat een goede verstopplek. Ja toch, daar chill ik hem altijd. Oh, dat is inderdaad een mooi plekje om even te rusten, ja. Rusten? Ik dacht dat haaien altijd in beweging moesten blijven om met hun kieuwen zuurstof uit het water te halen. Ik wel ja, maar ik niet. Nee, want een luipaardhaai die pompt zelf water door zijn kieuwen om te kunnen ademen. Dan hou ik tijd over om te relaxen. Ze noemen me ook wel Relax. Hey, maar jij moet dus wel altijd in beweging blijven. Ja, man. Ja, want een zwartpuntrifhaai is een continu zwemmer. Ja, dat heeft hij nodig om te kunnen ademen. Hoeft hij eigenlijk zijn bek alleen maar ietsjes open te doen en dan stroomt zo het water met de zuurstof naar binnen. Altijd zwemmen. Zeg, is dat niet vermoeiend? Nee joh, ik ben niet altijd aan het zwemmen. Ik maak ook glijvluchten door het water. Zo blijf ik ook in beweging. Kijk, zo. Wow. Dit kost echt helemaal geen moeite. Easy peasy, lemon squeezy. Eigenlijk een beetje zoals een adelaar door de lucht zweeft. Zonder zijn vleugels te gebruiken. Wat is een adelaar? Geen flauw idee, man. Dat is een soort vogel. Wat is een vogel? Deze gast, wajo. Laat maar. Maar dat zwemmen dat Percy doet, dat kost hem dus eigenlijk geen enkele moeite. Nee, door zijn torpedovormige lijf en zijn superhaaienhuis. Hey, oh nee! Oh, nee! Oh, Lex, heb je je bezeerd? Nee, kom naar buiten! Dat gaat niet, hierachter kan ik er niet meer uit. Hoe? Nee, wat moeten we nou doen? Dit gat is de enige uitweg, maar deze enorme mast ligt ervoor. Ah, dit is echt relaxed, man. We moeten hem bevrijden. Ja, ik help mee. Percy, help jij ook eens een handje? Maar ik heb toch helemaal geen handen? Oh nee.
Misschien moet ik even hier gaan staan. Dan kan ik net even... Oh, Silas! Pas op voor het koraal! Dat moet je niet aanraken! Ik kan toch wel heel even hier staan, anders dan kom ik... Nee, onder... als je op het koraal gaat staan, dan gaan de koraaldiertjes dood. Dat is niet de bedoeling. Het koraal wordt al genoeg bedreigd. Koraalriffen zijn het thuis van enorm veel verschillende dieren. Ja, en het steenkoraal is de basis van het hele koraalrif. En net als de bomen de basis zijn van het regenwoud. Wat is een regenwoud? Geen idee, Lex! Kortom, het is de leefomgeving van heel veel verschillende dieren, zo ook van de haaien. Oké, dus we moeten voorzichtig zijn. Kom, laten we het dan zo proberen. Eén, twee... Silas, iets beter je best doen. Kom op! Dit lukt niet. Ik wil naar mijn mommy. Ga even rustig liggen op de bodem. Wij bedenken wel iets. Wat is dit toch voor een kabaal, zeg? Niks. Nee, hier ook niet. Nee, hier is helemaal niets te vinden. Ik zie... een spook! Een spook? Nou ja, zeg. Jongens, dat is toch geen spook? Dat is een adelaarsrog. Ah, dat wist ik ook wel. Dat ben ik, Aafje. Aangenaam. Ik ben Zoe. En ik ben Silas. Hallo Zoe en Silas. Oh, zo'n rog kan wel tot 80 kilo zwaar worden en heeft een spanwijdte van wel 2 meter. Dat klopt. En zoals de meeste roggen heeft ook deze de bekken en de kiewspleten aan de onderkant. En de ogen bovenop, waardoor ze wellicht een beetje doet denken aan een spook. Aafje, we hebben je hulp nodig. Het wrak is ingestort terwijl Lex binnen zat en nu zit hij opgesloten. Oh jee! Ja, echt niet fijn hoor! En het valt niet mee om de omgevallen mast weg te slepen! Hoe kan ik jullie helpen? We moeten iets vastknopen aan de mast om hem op te kunnen tillen. Maar daar hebben we iets langs en iets duns voor nodig. Misschien kunnen we jouw staart gebruiken, die is lang en dun. Nee! Nee, dat moet je niet doen! Niet? Nee, aan die staart zitten gifstekels. Als je dat aanraakt, is dat super pijnlijk. Precies. Oh, dat is dan inderdaad geen goed idee. En mijn staart is ook erg gevoelig. Eigenlijk werkt het bijna als een derde oog. Ik voel zo wat er achter mij gebeurt. Want mijn ogen zitten aan de voorkant en ik heb geen achteruitkijkspiegeltje of zo. Wat is een achteruitkijkspiegel? Geen idee. Ja, hier is het. Ja, dankjewel. Oké, jongens, luister goed. Viva heeft dus een touw gevonden. Check. Zoe en ik kunnen onze handen gebruiken. Ja, om daarmee het touw aan de mast te knopen. Echt? Ja. En Percy, als jij je touw dan stevig tussen jouw kaken in de bek neemt en met je sterke vinnen met volle kracht omhoog zwemt, dan hebben we die mast zo opgetild. Ah ja, kapitein! Als we dit doen, dan is Lex binnen no time bevrijd. Kom op iedereen, aan de slag! Steek je handen uit en vouwen, dan gaan we samen sjouwen. De klaren helpen plus, want als een team sta je pas sterk. Steek je handen uit en vouwen, op jou kan ik vertrouwen. En is binnen een uur van tijd. Dit kan wij zo weer dik voor elkaar. En we gaan hijsen! Zet je handen uit de bouwen, op jou kan ik vertrouwen. Vele handen maken nog veel lichter weer. Ja! Wauw, dat ging wel! Dus klaar voor jezelf! Ja! Vrij, Mattie! Ja, man! Ik was echt ongerust. Ah joh, ik was helemaal chill, je weet toch. Zoe en Silas. Zonder jullie hulp was het echt nooit gelukt. Ach, nou, bedank ons niet. Bedank Vive en Percy maar. Ja, die hebben ons ook heel goed geholpen. Jullie zijn bijzondere mensen, zeg. Wat zou het toch fijn zijn als iedereen zo om zou kijken naar de wereld onder water. Ja. Ja. Wat bedoelen jullie daarmee, Lex? Nou, ik denk dat ik het wel snap. Ja, want hier in Burgers Ocean lijkt er niet zoveel aan de hand. Maar in de echte zee wordt het koraal, verschillende vissoorten en haaien bedreigd door het gedrag van de mensen. Overbevissing? En vervuiling door plastic. Ja, we zouden allemaal wel iets beter kunnen opletten hoe we omgaan met de natuur. Je hebt gelijk, Zoe. En dat begint al bij onszelf. Dat kan al door kleine aanpassingen te maken in het dagelijks leven. Ja, door bijvoorbeeld
plastic afval te recyclen. Ja, of herbruikbare tassen mee te nemen als je gaat winkelen. Wat is winkelen? Geen idee, man. Maar ik zit opeens te denken dat het tijd is om te gaan. Wij gaan jullie nu verlaten. Ja, het is nu weer gedaan. Oh. Thank you.
weer wat letters gemaakt. Broccoli, krieltjes en een beetje gehakt. Dus letters middelen. We zijn aan het lopen en dat lekker croissantje. Hier zo al mijn schoolspullen ga ik nu in dozen doen van school. Nou ja, van waar ik het zeg maar altijd van kreeg, de schoolboeken. En dan is dit weer even een beetje weg en opgeruimd. Vandaag heb ik ook voor mijn nieuwe school weer boeken en licenties moeten bestellen. Dus die komen hopelijk deze week nog of zo. Dit nu doen. Even kijken of ik iets moois van hem kan maken. Het is niet echt iets voor mij, dus ik ga ermee stoppen. We gaan het weg doen, want kijk, zo klein.
Ja, dit is wat ik geprobeerd heb, tenminste. Visstroetjes maken. Thank you.
vandaag ga ik een challenge doen. En dat is de ABC challenge. En ja, ik ben dus nog niet aangekleed. En we beginnen met de A. En dat is dat ik even aan ga kleden. Ik ga nou springen. En dan ben ik aangekleed. Ik ben aangekleed. De C van Kavia's knuffelen. Thank you.